Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgesteld op 9 april. Wolkenvelden in het westen van het land, met name hoge bewolking. En in het oosten, daar schijnt nog de zon volop. En die zon die blijft vanochtend op de meeste plaatsen wel schijnen. Maar de bewolking gaat wel toenemen. Vanmiddag is dat het geval. De temperatuur die vanochtend zo rond de 10 graden ligt, die loopt vanmiddag op naar zo'n 13 tot 15 graden. En dan waait er een matige wind uit het zuiden. Vanuit het westen wordt de bewolking dus steeds dikker. En vanavond valt er vooral in de provincie Zeeland af en toe regen of motregen. Die neerslag die trekt dan vannacht langzaam verder het land in, maar zwakt ook geleidelijk aan af. In het zuidoosten blijft het misschien wel droog. Morgenochtend trekt de neerslag naar het noordoosten het land uit en dan wordt het vanuit het zuidwesten overal droog en klaart het ook op. 'S Middags zijn er dan zonnige perioden bij temperaturen tussen de 12 en 14 graden. Maandag wordt het een mooie dag met 16 tot 19 graden en flinke zonnige periode. Blijft dan overal droog. Vanaf dinsdag wordt het weer wisselvalliger en neemt de kans op buien toe. Ook woensdag is dat het geval met temperaturen rond de 15 graden. Mijn naam is Remon Claesen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.